De derby tussen Koudekerk en Zomerdam staat weer op het programma. Twee teams die toch iets anders hadden verwacht van de competitiestart. Staan nog niet op het aantal punten na drie wedstrijden waar ze op hadden gehoopt. Het belooft wel een spectaculaire wedstrijd te worden. Wat eigenlijk altijd het geval is als deze twee teams tegen elkaar spelen. Peters namens Zomerdam. Waar Damme al de eerste kans van de wedstrijd heeft gehad. Maar die bal die net voorlangs ging. Hier komt de linksback van Zomerdam over de linksbuiten heen. Schot van Bons, niet goed geraakt. Halve voorzet is het eigenlijk in de praktijk. En dan kan Koen Woudenberg er 0-1 van maken. En zet Zomerdam dan op een voorsprong. Iets wat fortuinlijk. Opportunistisch die bal de lucht in. Heeft Bons een schot in gedachten. Raakt hem volgens mij niet goed. Geeft hij uiteindelijk de assist. En is het Woudenberg als rechtsbuiten die de bal binnenschiet. En Zomerdam zo op een voorsprong. Niet veel later, Koudekerk met de eerste kans van de wedstrijd, althans. Die is in de maak. Van Aalst met de voorzet en dan overgeschoten door Jari Meertens. Er zat nog een vervelend stuitje in, maar die bal had in ieder geval tussen de palen en de lat gemoeten. Tussen de palen was er onder de lat niet. Meertens, een van de nieuwe spelers van Koudekerk, overgekomen van gemeentegenoot Hazenswoudse Boys, dat gedegradeerd is vanuit de vierde klasse naar de vijfde klasse. Bij Koudekerk kan hij op derde klasniveau voetballen. Schot van Kree, waarvan zojuist gaat, net naast. En deze bal wordt over de achterlijn gekopt. Betekent een hoekschop voor Zomerdam. Getrapt door Woudenberg, laag over de grond, krijgt hem terug. Nu gaat hij wel door de lucht. En dan valt hij binnen. Jim van Vliet met de 0-2. Goede voorzet van Woudenberg. En daar staat Van Vliet voor zijn man. En kan hij hem een soort van achterwaarts binnenkoppen. En verdubbelt daarmee de voorsprong voor zijn ploeg. Dit is niet goed uitverdedigen door Zomerdam. Het is een appel voor een overtreding. Het is niet te zien op onze beelden, ook niet als we inzoomen. Feit is wel dat een grote kans van Koudekerk die daarmee ingeleid wordt er niet ingaat. Tweede helft. Oh, wat een heerlijk doelpunt. Gemaakt door Van Aalst. Nee, je ziet het niet, want die paal staat helaas precies in ons camerashot. Maar die bal wordt heerlijk in de bovenhoek geschoten. En daarmee de aansluitingstreffer voor Koudekerk. En daarmee is het niet gedaan, want dit gebeurt een minuut later. Volgende aanval voor de thuisploeg. Akke Penning die de bal heeft. Dolt wel met zijn tegenstander en ook hij schiet hem hoog in het doel. Via de onderkant van de lat. En in 1, maximaal 2 minuten tijd, buigt Koudekerk die 2-0 achterstand om in een 2-2 gelijke stand. Kijk eens hoe hij dat doet. Natuurlijk ook niet echt ingegrepen. Eén verdediger wordt gedold. De middenvelder die erbij komt, doet eigenlijk ook maar heel weinig. Maar goed ingeschoten natuurlijk door Penning. En aan de andere kant, bal van de doellijn gehaald. En daarmee voorkomen dat Zomerdam op 3-2 komt. En deze bal gaat net naast. Zomerdam geeft niet op. Gaat op jacht naar een derde doelpunt deze middag. En is opnieuw op jacht naar de voorsprong. Voorzet over de grond. En dan is hij wel raak. Ruben de Bruin. En dan moet Zomerdam nu de voorsprong over de streep zien te trekken. Want we hadden het vorige week tegen Aarlanderveen ook wat moeten doen. Toen ging het letterlijk in de laatste seconde van de blessuretijd mis. Er werd daarna ook niet meer afgetrapt. In plaats van vorige week in wedstrijd 3 van de competitie voor het eerst gewonnen te hebben, werd er gelijk gespeeld. Kramer schiet hier, maar het is geen 2-4, want de bal gaat over het doel. Opnieuw een aanval van Zomerdam. Oh, dit is zorg balverlies. En dan moet je nu opletten voor de omschakeling van Koudekerk. Koudekerk kan eruit komen via Van Aalst. Gaat alleen op de keeper af. Maar heel erg goed verdedigd daar door die speler van Zomerdam. Die razendsnel in komt lopen. En voordat er geschoten kan worden, heeft hij de bal ontfutseld. Zit inmiddels 1 minuut voor tijd.
Als we het hebben over de officiële speeltijd. Als hier alleen op het doel afgegaan wordt, maar dan wordt die bal breed gelegd. Maar dan kwam nog wel een Damme speler aangelopen, maar die bal is te scherp. Achteraf gezien had hij beter zelf kunnen schieten. De blessuretijd is inmiddels gaande. Hier het schot. Op de lat. Gevaar nog niet geweken. Nu wel. Want de bal wordt over de achterlijn gewerkt. Hoekschop zou niks opleveren. Zammerdam dan. We zitten nog altijd in blessuretijd als er balverlies geleden wordt. Doet die Koude Kerker kunstig tussen drie Zammerdam spelers in. Weet hij de bal bij een teamgenoot te krijgen. Oh, Van Dorp. Wat doe je? Hij gaat erin. Wat een doelpunt. En wat een onfortuinlijkheid voor Zwammerdam. Hier wordt de bal weggewerkt. Nou ja, eigenlijk niet. Niet goed geraakt. En dan denkt Van Dorp, denk ik, dat hij de bal naar zijn keeper terug wil koppen. Maar die staat ver voor zijn goal. Komt hem over de sluitpost heen. Is het 3-3. En geeft Zwammerdam voor de tweede week op rij in blessuretijd een overwinning uit handen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar ik vind het wel een heel groot verschil ten opzichte van vorige week. Ik vond dat we deze wedstrijd gewoon heel goed hebben gespeeld. Echt goed hebben gespeeld. Ja, alleen dit is echt zo zuur. Dat is echt ongelooflijk. Als je nou vorige week ook in de laat Dying Seconds 3-3 tegenkrijgt en nu vandaag weer. Ja, dan beloon je vandaag niet. En in plaats van 6 punten heb je nu 2 punten. En dat is uiteindelijk wat het is. Zwammerdam heeft natuurlijk vorige week die tik gehad. Dus je ziet ook een bepaalde onzekerheid bij hen in de ploeg. En daar wil je dan gebruik van maken. Maar goed, met... Ja, het opportunisme wat we brachten en de energie die we wel bleven leveren. En daar kan je als trainer alleen maar tevreden over zijn. Dat de uitvoering niet top was, ja, dat hebben we allemaal gezien. Maar ja, de basisvoorwaarden, dus de energie leveren en blijven gaan en blijven geloven, ja, dat heb ik wel teruggezien. Ja, teleurstellingen. Tja, dat is ongelooflijk. Ja, iedereen is natuurlijk zwaar teleurgesteld. Want ja, nogmaals, we hadden gewoon goed in het linkerrijtje kunnen staan. En nou sta je gewoon aan de onderkant. Ja, je schiet jezelf in je schoen. Ja, maar dat is het. We hebben maar 3 punten uit 4 wedstrijden. Maar je hebt wel pas 1 keer verloren. En dat is wel de realiteit. Dus ja, we gaan hard werken om de wedstrijden erover over de streep te trekken. Maar ik heb wel een heel goed Zwammerdam gezien. Ja, dat is ook zo, snap je. Dus we hebben heel veel goede dingen gezien. Maar goed, gisteren was Nederland zelf al. Die speelde ook al goed. En die had eigenlijk helemaal geen punt. En wij hebben ook goed gespeeld. En wij hebben maar 1 punt. Terwijl wij de 3 punten hadden moeten hebben. Het zijn ontzettende open deuren. Maar het is in deze competitie echt zo. Elke wedstrijd is vol gas geven. Vorig jaar hadden we nog een paar tegenstanders waarbij je eigenlijk wist van... Oké, die moet je gewoon winnen. En nogmaals, dan moet je ook altijd je arbeid leveren. Maar in deze competitie is dat gewoon niet zo. Want Zwammerdam heeft maar 3 punten. Maar ik weet niet, ik heb voor rust een heel goed Zwammerdam gezien. Ja, dat hadden zomaar meer punten kunnen zijn.